Wat is een op-amp? Een op-amp is een operationele versterker die een inhangspanning, Vin, zal versterken tot een uitgangspanning, Vout. Die versterking is lineair, dat betekent dat als we hier een inhangspanning zetten en we gaan op de andere as de uitgangspanning zetten, dat die lineair verloopt. Dus dat de uitgangspanning is een aantal keer de inhangspanning. Waar haalt die op-amp zijn vermogen vandaan? Van batterijen. Als de maximumspanning van die batterij 15 volt is, dan kan de uitgangspanning ook maar maximaal 15 volt zijn. Dus wat krijgen we? We krijgen eigenlijk hier vanaf een bepaalde spanning dat die versterking niet meer verder loopt. Dus dat we het plafond bereikt hebben. Hoe groot is die versterking? Als je kijkt in de grafiek op pagina 153, dan zie je hier microvolt staan. Die loopt tot 152 microvolt. En hier zie je volt staan. Dat betekent dus dat die versterking het gaat tot 15 volt, 10 tot de vijfde, typisch is voor die eerste versterkers. En die tweede zie je 1 millivolt en 80 volt staan, dus dat is een versterking van 10 tot de vierde. Dus 10 tot de vierde, 10 tot de zesde. Dit zijn typische waardes voor de versterking. Hoe kunnen we dit nu gaan modelleren? We hebben een inhangspanning, Vn, een inhangsweerstand. Een spanning die evenredig is met een inhangspanning kunnen we zien als een afhankelijke bron. Een uitgangsweerstand aan. En deze is dan A keer Vn. Dus in principe kan je in elke oefening deze op-amp vervangen door dit schema. Meestal zullen we met ideale op-amps werken. Wat is een ideale op-amp? Dat is met een inhangsweerstand die heel groot is, die oneindig groot is. Als je een heel grote weerstand hebt, dan zal die stroom nul worden. Dus dat wil zeggen dat I plus 0 zal zijn en I min 0. Dit zullen we gebruiken in de benaderingen. Die A, die versterking, zullen we ook als oneindig nemen. Als we hier een uitgangsspanning willen die eindig is, kan het enkel door oneindig maal 0 te doen. Dus uw inhangsspanning is 0. Dat betekent ook dat V plus en V min, dat die gelijk moeten zijn aan elkaar. Dus dat wil zeggen dat hier de V plus en hier V min gelijk zijn aan elkaar. I plus gelijk aan 0, I min gelijk aan 0. Wat belangrijk is, is dat we hier in het lineaire gebied van de versterker zitten. En de manier om dat te verwezenlijken zal een negatieve terugkoppeling zijn, dus de uitgang verbinden aan de negatieve ingang. Als je dan kijkt naar het voorbeeld op pagina 154, dan is dat op twee manieren uitgewerkt. Dus in dit voorbeeld wordt hier de uitgang direct teruggekoppeld aan de negatieve ingang. En staan we hier vast via een spanningsboom aan de grond. Dus als je met dit schema gaat rekenen, betekent dat eigenlijk dat we de uitgang hier vasthangen aan de negatieve ingang, er hier een spanningsbron tussen komt en dat die vasthangt aan de grond. Zo. En dit is een schema dat we kennen, dat we kunnen uitrekenen. Dat is gebeurd in het boek. En als je dan de benaderingen toepast, dus als je toepast dat de uitgangsweerstand heel klein is, en dat die A oneindig groot is, vind je dat de V out
gelijk is aan de bronspan. Eigenlijk hadden we dat hier dus ook rechtstreeks kunnen doen. Als je eerste benadering toepast, dit punt staat weer op VS. Die twee moeten gelijk zijn, dus hier hebben we ook VS, dit hangt aan elkaar vast. Dus dit is hier VS, dus de uitgangsspanning is gelijk aan de inhangspanning. Het betekent dat dit circuit niet echt verstuikt, gewoon dezelfde spanning teruggeeft. Heeft dat voordelen ten opzichte van gewoon aan elkaar hangen via een parallelschakeling. Ja, want als we gaan kijken naar een parallelschakeling, dus als je een bron en dan twee weerstanden in parallel zet, stel dat deze 1 ohm is en deze 100 ohm, dan zie je dat via de stroomdeler de stroom niet gelijk verdeeld raakt over die twee. En op die manier kan je niet de twee stukken van elkaar loskoppelen. Hier kan je een inhangspanning overnemen bij een uitgangspanning, maar de stromen zijn niet aan elkaar gekoppeld. Dus het vermogen voor de stroom wordt geleverd door die opamp. Dus het is echt een systeem om de spanning over te nemen zonder dat de twee stukken keten volledig aan elkaar gekoppeld zijn.